Als mijn beste vriend de pijp uitgaat, gaat voor mij alles in rook op. Ik ben Luan Buleskay, spoken word artiest, geboren en getogen in Amsterdam. En mijn naam is Fouad Lakbir en ik ben een verhalenverteller. We leven van dingen met mensen. Alles is gerelateerd tot publiek wat wij doen. En als dat wegvalt, dachten we van, we waren eerst in paniek, maar dat duurde maar een dag. En toen dachten we volgens mij, wat kan er wel? De Koninklijke buurt, maar ook de hele buurt hier omheen, is een buurt waar heel gebruikelijk is dat je een kijktuin hebt. Dat is een tuin die je niet onderhoudt, waar je eigenlijk naar kijkt. Super saai. Kunnen we niet binnen die tuinen dingen opvoeren om mensen op te vrolijken, om ze perspectief te bieden? En zo zijn wij met een megafoon in die tuinen gaan staan en verhalen gaan delen. Spoken word en storytelling leunt heel vaak op improvisatie. Dus wat is nu de situatie? Nou, dankjewel voor de nominatie. En ineens hoor ik Fouad, Fouad, uit het raam. En ik denk, hè? Wie schreeuwt er nou Fouad? Dus ik ren naar mijn raam, ik doe mijn raam open en ik kijk uit mijn raam en ik zie mijn buurvrouw uit haar raam hangen. De kern was ook altijd Amsterdam, de onvertelde verhalen van Amsterdam. Die probeerden we altijd mee te nemen in het werk dat we maakten, maar ook de ruimtes die we creëerden. Nou, we zijn gaan optreden met een rijdend podium door Amsterdam. Professioneel podium, maar op een busje. Bij een rijdend podium buiten worden mensen gewoon, buurtbewoners, mensen op straat, geconfronteerd met spoken word. Dan blijven ze staan. Een groot gedeelte, daar ben ik eerlijk in, vindt het heel tof. En die komen dan naar me toe, wat is dit precies? Ik ken dit niet. Vertel erover en zo raken mensen in aanraking met storytelling en spoken word op straat die er normaliter nooit van gehoord hadden. Niet alleen mensen uitnodigen naar je podium, maar juist ook andersom denken. En denken van, hé, we hebben een belangrijk verhaal aan de stad te vertellen. Laten we dat verhaal naar de mensen brengen. Die postercampagne, waar we uiteindelijk poëtische quotes hebben gemaakt van korte interviews met bewoners, die we allemaal dezelfde vraag stelden. We stelden bewoners de vraag, hoe gaat het echt met je? Tijdens de pieken van corona. En je krijgt allerlei antwoorden en dan heb ik het over allerlei mensen, 18 jaar, 40 jaar. En van al die antwoorden maakten we poëtische quotes van een zinnetje en die waren overal te zien door de stad. En dan ziet iedereen, oh zo voel ik me ook, maar diegene is 18 en komt uit Zuidoost en diegene is 60 en komt uit Nieuw-West. En zo is er empathie en herkenbaarheid. Eigenlijk zijn wij verhalen gaan verzamelen om mensen door middel van verhalen met elkaar in contact te brengen. Wat is de waarde van een stad? Is dat hoeveel we onze grond verkopen en hoeveel we huizen verkopen? Of is het juist wat de stenen en de straten en de gebouwen leven en betekenis geeft, namelijk de mensen en de menselijkheid? Verdedig Noord! Ik ben Massi Houtak. Ik ben een muzikant en schrijver van Amsterdam Noord. Onderdeel van Verdedig Noord en van Productiehuis Noord. En we zijn nu in de studio van Productiehuis Noord. In ALAB. En eigenlijk becommentariëren we in de kunst en creatieve uitingen de gentrificatie van Amsterdam-Noord, de herontwikkeling die heel veel mensen uitsluit. Welkom in de Noordzijd, bitch. Word wakker in de Noordzijd. Noordzijd. Jij vond eerst Noordzijd. Noordzijd. Nu is het je droom. Fuck jou, Columbus-syndroom. Hey, ik kom haters vernielen. Gentrificatie is het proces waarbij in eerste instantie, voordat je wijken gaat verfraaien, eerst verwaarloosd. Het belangrijkste gevolg wat mij betreft van gentrificatie is dat we kleurrijke, dynamische gemeenschappen en wijken vermaken tot monoculturen. En natuurlijk heeft die bakfietsmoeder in haar eentje niet de verantwoordelijkheid voor al deze problemen. Maar ze heeft wel de keuze en de verantwoordelijkheid. Word ik onderdeel van het probleem of word ik onderdeel van de oplossing? En daar spreek ik met mijn muziek of in mijn columns of in mijn verhalen een nieuwe ordeling op aan. Net zoals ik 23 jaar geleden als nieuwe Nederlander erop ben aangesproken van, hé, je moet inburgeren, je bent nieuw, je moet je aanpassen. Nu ben ik niet meer nieuwe Nederlander, maar oude Noorderling.
en spreek ik de nieuwe Noorderlingen erop aan. Je moet je aanpassen. Tegelijkertijd bouwen we aan een alternatief. Hoe kan het wel? Hoe kunnen we juist de mensen die hier al zo lang wonen, hoe kan dat de kern vormen voor de herontwikkeling? Zodat wij eigenaar blijven van onze wijken en van onze levens eigenlijk. Noord is verhaal, Noord is echt. Ik zeg ook altijd, ik ben Noord. Ik heb sinds de uitbraak van corona en de lockdowns eigenlijk altijd door kunnen werken. Omdat mijn werk zich sowieso veel thuis afspeelde en achter mijn laptop en veel schrijven. Ook veel muziek maken. Ik zag wel, net als iedereen denk ik, eventjes geen goed vooruitzicht meer. Het was ook wel even heel eng. Maar wat ik er wel fijn aan vond, was het gedwongen terugschakelen in tempo. Even rustig aan. Even met z'n allen terug naar de kern, naar het fundament. Even zo, ja. Toch gewoon gewerkt worden, je weet toch? Ja, toch? De behoefte om mezelf uit te drukken en die expressie is voor mij heel belangrijk. Als ik in het theater ben en mijn verhaal vertel en van een heel persoonlijk politiek verhaal naar een nummer ga en dan weer terugkom naar een anekdote en naar een journalistieke analyse, het bestaat en het wordt niet bevraagd. Waar ik nu ben vind ik echt een zegen en misschien stelt het voor de wereld niet veel voor, maar voor mij is het de wereld. You can't hate someone from up close. Daarom als we dichterbij komen, dan worden we gewoon mensen en dan gaan we het voelen. Ik ben Guillermo, a.k.a. Ocean. En ik ben creatieveling. Dat is het eerste woord dat ik zou gebruiken. Podiumkunstenaar, danser. Daar is het voor mij allemaal begonnen. Het is altijd via mijn lichaam, via dans en muziek. En nu mondt het zich uit in poëzie, in schrijven, in muziek maken, in theater maken. En basically werelden creëren waar ik mezelf kan verliezen en het liefst ook andere mensen in mee kan nemen. Tijd zal ons leren was eigenlijk een uitnodiging van Romana Vrede. Tot in hoeverre kan je wonen op een plantage? Hè? Samen met haar ben ik eigenlijk een reis gaan maken naar de helder verhalen vanuit de slavernijtijd en de transatlantische slavenhandel. Waar het voor mij eerst voelde als een tijd van slachtoffers, nodigde zij mij uit om de perceptie te veranderen en te denken, nee, dit zijn helder verhalen. Ik ben een enorme weegschaal. En dat maakt denk ik voor mij dat ik altijd alle kanten wil zien. En ik denk zeker in een tijd en in een wereld waar we de ability kwijt zijn geraakt to just disagree and be okay, vind ik het gewoon interessant om verschillende stemmen en perspectieven en verschillende mensen bij elkaar te brengen. Omdat ik mezelf heel erg in verschillende werelden begeef. En ik wil eigenlijk gewoon een soort brug maken waar iedereen overheen kan lopen en elkaar kan ontmoeten. So for everybody that doesn't know, All These Voices was a tiny little baby that I created 4 years ago in a small bar close to Rembrandtsplein. Deze vraag krijg je vaker, weet je, van wat heb je ondernomen in de coronatijd om creatief te zijn, om je ding te kunnen doen. Maar ik heb in elke tijd van crisis, het zijn mijn interne crisis, externe crisis, gecreëerd. Dat stopt niet. Dus ik heb de tijd gebruikt om te reflecteren, om te creëren, om met mensen in verbinding te blijven, om in mijn huiskamer dingen te doen, om in andere mensen hun huiskamer dingen te doen. Ja, het gaat altijd door. Het mooiste wat ik mag ervaren als podiumkunstenaar is wat er gebeurt in een ruimte als mensen samenkomen en dat je de context kan bepalen waarin mensen de soort van en hun eigen ervaring hebben en een collectieve ervaring. Ja, daar leef ik wel voor.
Ik denk dat wij de clichés niet schuwen in deze voorstelling. Ik denk dat het ook belangrijk is om die clichés soms wel te benoemen. Mijn naam is Nina Elisa Jusson. Mijn naam is Ferhat Kaplan. Jillis Doan. Mijn naam is Remco Hazewinkel. Wij hebben de voorstelling Gouden Bergen gemaakt. En dat is een voorstelling over de Nederturk eigenlijk. Het is een ode aan de Turkse community. Ken je veel Turken? Als ik zeg Turks, waar denk je dan aan? Denk je dan misschien aan die grillroom-eigenaar? Kip of kalf? Knoflook erbij, sambal erbij, hallo, uitjes erop, hallo, hallo, sla, sla erop, ja, nee, geen servetje erbij, hallo, servet. Het is echt een lecture performance. Dat vonden we een leuke stijl, omdat we zowel willen entertainen, dus het is heel groot, het is echt een spektakel, met muziek, maar tegelijkertijd ook educatief en informatief. De liefde, de taal, de liefde, de taal die door de aderen, de liefde, de taal, de muziek die door de aderen gaat. Langer duurt dan het bezoek zelf. Ja, afscheid van het bezoek langer duurt dan het bezoek zelf. We hebben heel veel verschillende mensen geïnterviewd. We hebben ook echt een rapport van vroeger erbij gehaald van toen net de eerste gastarbeiders naar de 60. Ja. Toen zij naar Nederland kwamen, hen werden Gouden Bergen beloofd van kom naar Nederland, je gaat heel veel geld verdienen en dan kan je over 2 jaar weer terug naar je dorp en dan kan je dat investeren in je familie en in je eigen land. Maar toen ze hier aankwamen, was dat niet. Het was hard werken. Het waren sombere dagen. Je was alleen, zonder je familie. En uiteindelijk waren ze genoodzaakt om hun vrouw en kinderen hier naartoe te halen. En die Gouden Bergen die ze werd beloofd, ja, die waren er niet echt. Oh. En omdat ik weet dat dit slecht voor jou is. Ja, dus je kan niet vertrouwen op mijn keuzes. Nee, want jij weet niet wat je doet. Dank je. Hoi. Ja, en we hebben ook vooral onze eigen familieleden vragen gesteld. Ja, ook. Die in eerste instantie niet 1, 2, 3 vraagt. Oké, wat heeft mijn oma gedaan? Wat heeft mijn moeder gedaan? Wat voor effect heeft dat weer op mij? Theater maken of dat opschrijven is voor mij super belangrijk. Omdat je dan wat zij allemaal door hebben gemaakt, archiveert. En dat stukje archiveren, dat kan weer dan mijn kleinkinderen inspireren. Tijdens corona, toen de wereld ging op slot, weet je wel, maar wij, dit was onze manier van toch blijven communiceren met het vak en toch bezig blijven en toch hoop hebben in de toekomst en toch doorzetten wel gewoon, want corona was wel intens. Je hebt ineens niks meer te doen. Je hebt van iedere week zoveel doen naar niks. En toen was eigenlijk dit, was soort van onze ding van, oké, nee, het kan nog. Ja, het kan nog. Ja, dat was echt ja. Ik ben niet bang om mezelf compleet bloot te stellen op het toneel. Om mezelf helemaal kwetsbaar op te stellen, zodat jullie gewoon mij zien in waar ik nu ben, waar ik nu sta als maker, maar ook als mens. Ik ben Perry Gits, ik ben kunstenaar, danser, zanger. We zijn vandaag in Podium Hoge Woerd en we gaan de voorstelling Perry spelen. De voorstelling, ik zou het omschrijven als een muziek-dansvoorstelling. Ik maak eigenlijk een reis door mijn hele leven, van geboorte naar nu. Mijn reis die bestaat uit vallen en opstaan. Een reis naar vrijheid, mijn ultieme vrijheid. Waar gaat die naartoe? Dat was niet altijd even makkelijk. Maar ik wil die reis wel maken, ik wil die reis wel vertellen. Dans is voor mij muziek vertalen. Wanneer ik muziek hoor, als ik het voel, als ik muziek echt voel, dan moet ik erbij bewegen. En dan luister ik bijvoorbeeld, wat doet een basgitaar met mijn lichaam? Wat doet de stem in mijn lichaam? Wat doet de vibratie van die stem in mijn lichaam? Wat doet de snelheid van de stem in mijn lichaam? Wat voor soort instrumenten hoor je? Dus ik probeer steeds eigenlijk muziek te vertalen met mijn lichaam. Een voorstelling maken tijdens corona is super onzeker. Je weet niet wanneer je gaat spelen, je weet niet hoeveel mensen in het publiek gaat zitten. Dus voor mij was het mentaal super zwaar om deze voorstelling te maken.
je kon niet altijd met elkaar zijn. Maar ik had wel geluk dat ik solist ben in een stuk. Dus dat heeft ervoor gezorgd dat ik toch wel het stuk kon maken. Tijdens corona heb je wel meer tijd. Je hebt meer tijd om te creëren. Je hebt meer tijd om thuis te schetsen wat je eigenlijk wilt zeggen. Wat wil je aan je publiek zeggen? Wat wil je dit keer vertalen op toneel? Ik hou toch wel echt van de dagelijkse sleur en van mensen om me heen. Dus ik kan geïnspireerd raken door iemand die kauwgum aan het kauwen is in de metro. Ik kan geïnspireerd raken door een oma die zo beweegt. En dan maak ik het heel eigen en herhaal ik hoe ze beweegt. Dus voor mij is alles inspiratie. Ja, nu ben ik benieuwd naar wat het publiek ervan vond. Dat kan ik natuurlijk weer meenemen naar de volgende show. En ja, ik word hier gewoon gelukkig van. Ik ben nu gewoon mijn ding aan het doen. Ik ben van mijn passie een vak aan het maken. En dat is alles waar ik van droom. Dus ik ben nu hartstikke gelukkig. Ja, dat is wel heel fijn. Dankbaar.